Zie een vluchteling niet als begrip, maar als mens. Waarom? Want alle vooroordelen zijn bekend. Dat zij voor die doekoe komen, ons sociaal stelsel misbruiken omdat ze goed willen wonen. Maar vaak is het voor een grootste deel anders. Willen graag teruggaan, maar een land is veranderd. En meestal hoor je wel iets op het journaal, maar hou de hel, kan je zeggen dat die oorlog daar wel meevalt? Dus denk na, denk humaan, zij zijn mensen en wensen het recht op hun bestaan. Vandaar. Een vluchteling vecht voor zijn eigen bestaan. Het is niet hun keus om daar weg te gaan. Ze zoeken een manier om te overleven. Het is niet aan ons om daar te ontnemen. Ze zeggen vol is vol, niets kan erbij. Geen oorlogskinderen, hoe lief zij ook zijn. Is het beeld van de maatschappij werkelijkheid? Denken wij in feiten of wordt het ergens verdraaid? Kijk, ik begrijp de woede van de mensen. Want ook wij hebben moeten zwoegen voor de centen. Je opent met goede bedoelingen grenzen. Maar dan zie je verloedering en groeiende procenten. En yo, dat ding is, kijk eens verder dan je neus lang is. Ze lijden honger alsof het constant Ramadan is. En dan is het aan ons Nederlanders de vraag: laten we ze daar? Het is een ondraaglijke situatie. Trauma's voor het leven, een en al frustratie. Dus volg de meute niet, denk voor jezelf. Wees die 1 en 2, want je redt levens als je helpt. Een vluchteling vecht voor zijn eigen bestaan. Het is niet hun keus om daar weg te gaan. Ze zoeken een manier om te overleven. Het is niet aan ons om daar te ontnemen. Ik spit voor draagvlak in de samenleving. Oorlog is een open wond, wij staan voor genezing. Komt er verbetering of zijn ze gedoemd? Ik vraag je aandacht voor zaken die je dagelijks te doen. Dus denk na, denk humaan, zij zijn mensen en wensen het recht op hun bestaan. Ja, toevallig komen ze naar ons toe. Maar als hier de pleuris uitbreekt, zouden ze hetzelfde voor ons doen. Een vluchteling vecht voor zijn eigen bestaan. Het is niet hun keus om daar weg te gaan. Ze zoeken een manier om. Ik ben niet beter dan anderen, omdat ik dit nummer heb geschreven. Ik zit met dezelfde twijfels en gemengde gevoelens als jij. We praten over goede voornemens. Nou, die van mij is dat ik me iets meer probeer in te leven. Iets minder media gevoelig probeer te zijn. Want zij creëren een beeld waar wij weer onze mening op baseren. Denk na, het zijn mensen. Eén familie.